Zijn we live? Oké, we zijn live. Ik hoor de laatste tijd steeds meer mensen over dat ze bromtonen horen. Ja, de mensen die ik dat hoor zeggen, die zijn spiritueel bezig. Dat bij mij de geluiden begonnen, was ik echt helemaal niet spiritueel. En zelfs nu ik spiritueel ben, zijn er nog steeds lasten. Dat ga je in ieder geval van een filmpje laten zien. Het is langer dan 5 minuten. Do you ever hear a noise? Not a bump in the night per se, but a hum. A mysterious, constant and very low frequency noise. If so, you may be one of an estimated 2% of the global population that can hear the hum. The hum is the name given to an ominous and very mysterious deep rumbling noise that can reportedly be heard by thousands of individuals across the globe. It apparently sounds like a very low-pitched rumbling sound, kind of like a diesel engine truck idling in the distance. But no matter how hard people search, no one has been able to locate the source of the sound. It sounds like it's coming from all directions equally. Some say it even comes from the sky. This is a recording of the hum made in Taos, New Mexico. For some, the hum causes headaches and nosebleeds. It drives others completely insane, with at least one suicide being attributed to the hum. It's usually heard in specific towns around the globe for several months or years before it disappears. And for some people, it never goes away. The first documented occurrence of the hum was in Bristol in the UK in the 1970s. A local newspaper asked Bristol City residents, "Have you heard the hum?" And over 800 people said they had. Since then, residents from hundreds of towns and cities from all over the world have reported hearing the hum and always described the sound in a similar manner. Some of the more notable locations, where up to 12% of the population have heard the noise, are Taos, New Mexico, Largs in Scotland, and Auckland, New Zealand. Reports of the hum have become so great that a website has been created where people can report their experience with the hum, and you can view a map of all of the reported cases across the world. The hum has even been linked to terrorism. In 2013, Aaron Alexis shot and killed 12 innocent people at the Washington DC Navy Yard. Police later found the following message on his computer. "Ultra low frequency attack is what I've been subjected to for the last 3 months. And to be perfectly honest..." Ik kon het niet vinden, maar we hebben ook een paar jaar terug gehad dat diplomaten uit Cuba werden teruggetrokken. Omdat die het idee hadden dat ze door een sonic weapon, waardoor ze ook een geluid gingen horen en ook trillingen in het lichaam waar ze heel ziek van werden, die toen terug geworden. En dat was niet alleen daar, maar Amerika heeft toen meerdere legers en zulke instanties hebben ze echt al iedereen teruggehaald naar Amerika toe om onderzoeken te doen. Okay. "Honest, that is what has driven me to this. This and other evidence led conspiracy theorists to conclude that the hum is a government attack or experiment being used on citizens to alter their state of mind. They believe the government generates the hum using satellites, whilst others say the HARP project in Alaska is to blame. But Illuminati and lizardmen aside, has science been able to find a reason for the hum? What is the cause?"
En zo is er natuurlijk wel meer wat vanaf het leger gedaan zou kunnen worden. Omdat ik die niet even al klaar had. Maar er is een rapport was er vrijgekomen in 2013. En hierin, nou, wacht, 2003 is dit vrijgekomen, was het unclassified, maar dit is een file van 1983. Ja, dan kan je wel vanaf boven beginnen. Nou, dan kom je er op het einde eigenlijk pas achter. Ze zijn er gewoon achter gekomen. Als je dit stuk, ik zal het niet allemaal gaan voorlezen nu. Als je dit gaat lezen over de Gateway Experience. Dat mensen uit hun lichaam kunnen treden met een astral body. En als je dat met, als je daar goed mee oefent. Door geluiden op mensen uit te zenden en licht. Wat mensen niet kunnen zien via computerschermen of... Maar in ieder geval die geluiden, geluiden die je ook niet kan horen. Waardoor mensen in een soort van hypnose blijven hangen. De extatie kunnen vasthouden wanneer ze hebben gemediteerd en dat soort dingen. Maar als iemand uit zijn lichaam kan trainen en op een punt kan komen, op een frequentie, ergens daarboven. En er kunnen vier mensen bij elkaar komen. En als die deze vier stappen daar al gaan herhalen, volgens hun is het mogelijk om met deze stappen, met deze technologie, de bewustzijn van mensen omhoog te brengen. Dus er is veel meer, maar we gaan weer verder. Pause. Have animals learned how to hum and are playing a gigantic practical joke on us puny humans? Is God bored? Or is it just tinnitus? The hum is most commonly heard by people aged between 55 and 70. So one instantly thinks it's the medical condition tinnitus. You know how your granny is always complaining about a ringing noise that isn't actually there. Except for that one time you turned her hearing aid up to maximum. That was pretty bad of you. But if the cause is tinnitus, shouldn't the spread of people who reported hearing the hum be evenly distributed across the globe? After all, tinnitus doesn't favour certain regions, but the hum is usually reported by clusters of people around specific locations. Also, new research carried out recently in Cambridge, England, suggests that the source of the hum is external, not internal, which is what hum sufferers have always argued. People have also blamed the following things for causing the hum: traffic, local factories and heavy machinery, leaking pipes, phone masts, wind farms, submarine communication systems, UFOs, and even mating fish. Hundreds of Southampton residents who could hear the hum were told it was being caused by a school of mating midshipman fish, who make this eerie sound to try to attract a female. Okay, that single incident with the horny fish could have been a genuine cause of the hum, but the other potential causes have mostly been disproven. However, new research has suggested that microseismic activity from ocean waves impacting the seabed causes our planet itself to vibrate in certain areas around the globe, causing a low-frequency droning sound. Researchers say that this sound is such a low frequency that only a small percentage of the population would be able to hear it. This ocean-based answer also explains why the hum is more commonly heard in coastal towns. So, for some, this answer has finally settled their lifelong quest to locate the source of their annoying, ear-penetrating friend. But for other hum sufferers who disbelieve this explanation, their search continues. Thanks for watching. You'll probably pass by and think nothing more about it. But this is the smallest town. Nou, zo zijn dus mensen nog steeds aan het zoeken. Ligt het nog steeds aan de gasindustrie? Ligt het nog steeds aan windmolens? Zijn er nog steeds zonnepanelen? Maar er is nou echt gewoon zoveel onderzoek gedaan. Alleen al in Nederland is in de laatste 10 jaar of zo voor meer dan €240.000 aan onderzoek gedaan. En dat, die onderzoeken die worden wel gedaan door de overheid. En anders zijn het instanties van de overheid.
En daarvan is er, heb je het RIVM. Nou, we weten allemaal hoe we die nu vertrouwen met het corona. Maar ook staatstoezicht op de mijnen, die echt precies weet hoe de bodem eruit ziet. En het RUD, wat geluidsmetingen bij mensen thuis doet. Uiteindelijk zijn dat allemaal overheidsinstanties en dan heb je er niks aan. En naar mij, ik was na een tijdje gewoon wel, het gaat gewoon niet gevonden worden. Het is echt vrienden van mij die kunnen binnenkomen, buren, familie of, en niemand die hoort het. De frequenties die ik ontvang. En ook niet als ik er, als het echt heel hard bij me binnenkomt. Dat ik echt denk, nou, dit moet echt wel echt mensen horen. Hoort toch echt niemand dat. Ja, ik merkte ook wel hoe negatiever ik was. Dat ik dan ook wel in die boze emoties terecht kwam. Ja, als je die geluiden 24-7 hebt en na een tijdje ga je gewoon trillingen in het lichaam ook ontvangen. Is slapen is echt gewoon onmogelijk. Dus dan is het echt alleen maar slapen als ik echt helemaal back af ben. Na een tijdje ging ik mezelf gewoon een beetje voor de gek houden, placebootje op me doen. Een beetje doen alsof het de frequentie van God was of zo. En ging ik chakra's dingen lezen. En, ja, toen kwam ik een video tegen. En op zich, in deze video wordt heel veel verteld. Het is echt heel veel informatie en echt goede techniek ook. Het is alleen jammer, ja, dit is wel weer iemand. Dat als je echt meer wil leren, dat je toch geld moet betalen en een cursus bij hem moet volgen en zo. Deze video die duurt bijna 7 minuten. Nou, ik denk wel, mensen die echt last hebben van de bromtonen of een hele zware tinnitus hebben of zo. Dit heeft bij mij gewoon iets gedaan. En dat noemen ze dan je linker en je rechter helft, hersenhelft. Dat dat een soort van één wordt of zo. Of dat er linkjes komen waardoor ze connected zijn. En eigenlijk heb ik dit pas gedaan nadat ik de chakras heb gedaan. Maar eigenlijk moet je dat andersom doen. Dus daarom laat ik hem eerst zien. Dus ik speel deze ook even af. En anders duurt die. Ja, ik ben toch niet live, dus je moet hem laten kijken. Als je het niet interessant vindt, dan kan je hem gewoon 7 minuten of 6, 42 doorspoelen. My name is Eric Pepin and I'm the CEO and founder of the Higher Balance Institute. I'm going to teach you what we call the Higher Balance Method. What it's going to do is it's going to balance both hemispheres of your brain. In a nutshell, most people either use the left hemisphere of their brain or the right hemisphere of the brain. What this technique does is it allows you to slowly develop the ability to access both portions or both hemispheres of your brain so that they're both highly functioning. I personally believe people like Mozart, Beethoven, Plato, Socrates, the list goes on and on, were more than likely dual hemisphered minded people. In other words, their perception of reality was a bit different, sharper, clearer than the average person. And the reason I believe that they were able to do that was that they probably stumbled across something very similar to what I'm going to teach you right now. So without further ado, let's get started. What you're looking for is a high frequency pitch. It doesn't come from a radio or from a TV or a refrigerator, but often most times people confuse it with something like that. Sometimes if you're laying in bed and it's very quiet in your room, you'll start to hear what is like a buzzing or a high pitch frequency. Usually it's on one side of your head, either the right or the left. And when you try to narrow down where it's coming from, you can't really find a solution for it or a source. In truth, it's coming from within your consciousness. And if you listen to it and close your eyes, you'll either more than likely hear it to the right or the left, but if you focus on it, it'll slowly become louder and louder. And if your mind gets distracted, or if you hear a noise in the TV is running in another room or something, and you get distracted mentally, the sound will actually fade down to a lower decibel. As you begin to listen to it again, it actually will get louder again.
Now, the interesting thing is that it actually is stronger if you put earplugs in, some of those foam ones that you roll into your ears, or if you go anywhere, you can hear the sound. There is no source for it. It comes from your own consciousness. Now, the trick to getting both hemispheres to turn on is when you start to find the one hemisphere or the one sound that you're hearing, you want to focus on it. And very gently, you want to move your concentration to your other ear or the zone of your ear. And you're going to hear a much fainter tone. And as you concentrate and you try to pay attention to it, it's going to grow louder and louder and louder until eventually it matches the same sound pitch, or at least the loudness of it, on both sides of your head. When you do this, you're essentially creating a dual hemisphere consciousness. It's the first time you've turned on your other hemisphere from the one you're using. This, in turn, will combine them slowly, and it sounds like that at some point that it's right in the middle of your mind, inside your skull. It's a very beautiful, high-pitched frequency that stays very steady. Now, what you want to do is to just simply listen to it, concentrate on it. If your mind wanders, you'll find that they split apart again and that the weaker one will fade away and you only hear the one, and even that can eventually fade away. So if your mind gets distracted, it's a problem. If you concentrate on it and you can bring the tones together, the longer you hold that tone together, the deeper your concentration will become, the deeper your meditation state becomes. This creates a state of clarity, a state of beauty, a state of natural surrender and inner peace. This only needs to be done for about a minute or two, and then you can just kind of move on with the rest of your day. You're going to find that you feel a little slight kind of pressure in your chest area, and you're going to find that you don't really have a lot of emotion, not negative or overjoyous. You're just really at peace with yourself. It's kind of like sitting under a tree on a nice, warm, sunny day or at a beach. Your mind just kind of empties out, and it's very clear, and it's very much at peace. You'll also find that as you decide to focus on work or other things in your life, you'll have a much sharper clarity in your consciousness. The more that you do it, particularly for 7 days, if possible, for at least 2 to 3 minutes each day, once a day, by the seventh day, you're going to find that you are changing as a person. You'll like what you discover. And in that process, you're going to have more inner peace, less high reaction, less stress. It's as if the brain is adapting by creating more neurons to cope with problems in life and also advance your intelligence, your consciousness, your concentration. It's a very profound, simple technique with incredible results. And it will never cost you anything. It will never need any technology or devices or anything like that. And it's with you no matter where you go, whether you're in a car, a plane, in a swimming pool, underwater, above water, or completely deaf. Doesn't matter. The tone is constantly there. And it's, in a sense, the universe talking to you, beckoning you, calling you to find it. And let's hope you find it. If you found the higher balance method to be of use to you and you would like to know more information, we've created a website with an extensive amount of information and more training and in greater detail to explain the tones and what they're capable of. They're much richer, much more complex than you could possibly ever imagine. You could say in some ways that the more you work with them, you gain superpowers, or like mystics and spiritual masters develop their abilities. I assure you pretty much that this is very much a route or a direction they had. You know, today we use stuff like binaural technology and all these different things. And the truth be told, there's nothing more powerful than the ability to tune in through your own mind and what the universe actually presented so that it could find you or you could find it. So if you'd like to have more information, check out the Higher Balance website or the current higher website for the Higher Balance Tones or the Higher Balance Method. And if you'd like to know more, just take a look. And I'm sure you'll find plenty. Thank you. Have a nice day. Ja, dan kunnen mensen denken, oké, dus je denkt nu echt dat die frequentie die jij ontvangt, dat de frequentie van God is. En dan ja, kan ik niet meteen een ja of een nee antwoord geven, maar het is zeker een godachtig iets. God heeft dat, die energie of wat het ook is, alles is God, dus dan is dat ook God. Dat is wat ik bedoel.
En als je dat niet snapt, dan ben je misschien niet gelovig of je bent misschien niet spiritueel. En als jij je God niet in jezelf ziet, niet in anderen ziet, niet in de dieren, niet in planten, niet ziet dat die energie waardoor wij leven en waardoor het hier alles is. Ja, als je dat niet overal ziet, dan ga je het ook nergens zien natuurlijk. Maar voor mij is wel echt, nadat ik dit gedaan heb, deze oefeningen. En het is ook echt gewoon maar 2 minuutjes per dag. En als je dat lang genoeg gaat doen, dan doe je dat binnen 10 seconden. En dan hoef je niet eens je ogen dicht te doen, want je zoekt gewoon dat gevoel, dat is uiteindelijk zo erkend. En die toon, de trilling die in je lichaam komt. En ik merk gewoon met alles, met de spelletjes die nu hier op het internet gespeeld zijn, dat mijn gedachten, die gekoppeld zitten ook wel aan mijn emoties, dat die wel misleiding en dat bepaalde acteurs toch echt wel een masker op hadden. En, maar ook gewoon dat er echt mensen zijn die doen of ze spiritueel zijn en leuke kaartjes trekken. Maar voor de rest echt gewoon niet spiritueel, niet een hogere bewustzijn hebben. Alleen maar aan drama doen en er niet zijn. Ik denk echt mensen die groeien in bewustzijn. Dan moet je het na een tijdje toch dingen gaan zien. Maar nadat ik dit, als je dit gewoon vaker hebt gedaan. En daarna ga verdiepen in de chakras. En dan zeker in de 12 chakras. Deze pagina. Die staat nu. Welkom. Dit is de casual chakra. En die heb ik vertaald. Want mijn taalgebrek is in het Engels net zo erg, of misschien wel erger. Net als dat ik de ene keer Schumann-resonantie zeg en de andere Schumann-resonantie. Het interesseert me gewoon geen reet, die taal. Ik probeer dan in ieder geval, als het goed is, begrijpen mensen wat ik zeg. Maar divinemagazine.com, 12 chakra system, 5th dimension. Ik denk dat ik deze site echt al 2000, misschien wel meer keer al gezien heb. Er zit zoveel informatie. Maar ik heb de casual chakra, want we zijn nu bezig met de geluiden die we horen. De casual chakra bevindt zich 3 tot 4 inch, 10, 15 centimeter ongeveer, achter het hoofd, in het midden van de achterkant van het hoofd. Boven de kruinchakra wordt het bestuurd door aartsengel Christiel en tweelingvlam Mallory. De casual chakra is wit en heeft vrouwelijke kwaliteiten als liefde, mededogen, zuiverheid en intuïtie. Het doel van de casual chakra is om energie van de soul chakra te ontvangen en deze in het mentale lichaam, een laag van de aura, te filteren. De casual chakra behandelt de verkenning van geest en hogere wijsheid en opent wanneer de rechter hersenhelft actief is om het ons in staat te stellen van het grote geheel te zien door de kracht van intuïtie en creativiteit. En daarom is het gewoon belangrijk dat je die video en die oefeningen. Je kan het gewoon tegelijkertijd. Je kan dit lezen en de oefeningen doen. Via de casual chakra ontvangen we berichten, informatie en inspiratie uit de hogere spirituele rijken. Om dit te vergemakkelijken moeten we ons losmaken van ons aangeleerde overtuigingen. Zodra informatie van het casual chakra komt, wordt het naar lagere energiecentrum gestuurd door distributie door het hele lichaam. Voordat dit chakra wordt geactiveerd, moet het open, responsief en vrij zijn van geprogrammeerde overtuigingen. Ja, en dat doe je natuurlijk al in kroonchakra. Dus als je je chakras langs gaat van 1 tot en met 12, dan heb je in je kroonchakra alles al geleegd. Dus als je dit allemaal geleerd hebt en je komt in je kroonchakra, dan heb je zo weinig werk nog te doen, omdat je het meestal al gedaan hebt. En die energie, dat helpt jou daar gewoon bij. Maar wanneer dit energiecentrum overbelast en uit balans is, kunnen we de herinneringen aan oude patronen, gedragingen en ervaringen niet loslaten. We blijven soortgelijke ervaringen ons leven aantrekken en raken verstrikt in het zelfoordeel, schuldgevoelens en spijt. Allemaal lage frequenties. De overheid en mensen met agenda's en zo, die zorgen echt dat jij in een bang, boosmaakprogramma blijft zitten. Zodat je maar niet, en zodat je maar blijft hangen in dat alles. Maar het activeren van de chakra verandert onze waarneming en verbreedt onze horizon van bewustzijn.
Het nodigt spirituele betekenis uit in alle inferieure mentale patronen en programma's. Het stelt je in staat kalm en helder te blijven, ongeacht je huidige beproevingen. En beproevingen, ja, dat is weer Engels, hè? Trials and tribulations. Proevingen en beproevingen. Ja, en dat merk ik ook echt. Zodra je in die chakras bent, dan kan je gewoon als figurant erbij gaan zitten, ook al is de aanval op jou. Kan je gewoon neutraal blijven. Kunnen ze gewoon niet spelen met je emoties. En kan je gewoon de baas blijven over jezelf, over je mening. En is er gewoon niks aan jou te schaven. De maanwitte casual chakra bevindt zich net achter het hoofd van de schedel. In de Atlantische tijd was het net zo fysiek als de kroon en nam het een ruimte in aan de achterkant van de schedel, waardoor het een langwerpig hoofd creëerde. Wanneer het voor het eerst wordt geactiveerd, is het gescheiden van het hoofd, rustend tussen de kruin en de zielschakra. Naarmate het lichtniveau van de meester stijgt, verenigt de casual chakra zich met de vijfdimensionale chakrakolom. Vervolgens wordt het in fysiek contact met het hoofd getrokken. De transcendente chakras zijn altijd vijfdimensionaal. Dit is het derde van de transcendente chakracentrum. Het is verbonden met de maan en is als je eigen persoonlijke maan. Dit goddelijke vrouwelijke licht absorbeert en uitstraalt. Het werkt als een magneet voor maanlicht en trekt het rechtstreeks in het vier lichamensysteem. Dit verhoogt je vibratie en verlicht de vrouwelijke wijsheid die je ziel vasthoudt. Het goddelijk vrouwelijke is een van de krachtigste energieën die de laatste tijd naar de aarde is gestroomd. Deze vibratie van mededogen en wijsheid werd ingetrokken bij de val van Atlantis. En gedurende de volgende 10.000 jaar daarna had het verlies ervan een dramatische invloed op de reis van de mensheid. Het keert nu naar ons allemaal terug en lost de onevenwichtige mannelijke kracht op en laat het hart weer regeren. De maan speelt hier een grote belangrijke rol, aangezien het een geascendeerde satelliet is die de hogere aspecten van het goddelijke vrouwelijke bezit. Deze worden gecontroleerd en versterkt door de universele engel Maria en haar team van eenhoorns. De maan weerkaatst ook het licht van de grote centrale zon, bekend als Helios. Deze negendimensionale spirituele ster stuurt het licht naar de aarde via onze zon. Terwijl deze energie Helios verlaat, is ze goddelijk mannelijk in vibratie en in evenwicht met de invloed van Vesta, de goddelijke vrouwelijke tegenhanger, tweelingvrouw van de centrale zonnestelsel. Tijdens de periode van volle maan op aarde stroomt het krachtige zilveren licht de geest van de mensheid binnen en beïnvloedt het de mensen diepgaand, waardoor er enorme verschuivingen en verlichting ontstaan ter voorbereiding op de aanstaande nieuwe gouden eeuw. Dieren, gevoelige mensen, kunnen diep worden beïnvloed door de volle maan en de trillingen die ze uitzenden. Gedurende 2014-2015 werden de volle manen steeds krachtiger, culminerend in de ongelooflijke krachtige volle maan van september 2015. Gaia zelf heeft nu genoeg van het maanlicht ontvangen om de mannelijke en vrouwelijke energie op aarde in evenwicht te brengen. De casual chakra heeft ook nog een ander krachtig doel. Het geeft de zoeker een diepe intieme verbinding met de wereld van spirit. Het niveau van deze verbinding hangt af van de paranormale gaven die een individueel uit zijn vorige levens heeft meegebracht. Dit is ook afhankelijk van hun zielsmissie. De casual chakra laat ook een tweelingstroom van energie en licht toe vanuit de engelenrijken. Dit brengt de engelachtige vibratie naar het individu en verankert deze permanent. Een eenhoorn zal zich met je verbinden als hij je dienstlicht ziet oplichten boven je kruinchakra en je energievelden binnengaat via je casual chakra. Dit heeft de kracht om je zielenpad volledig te veranderen. Aartsengel Christiel heeft de leiding over de ontwikkeling van de casual chakra
En omdat dit chakra zo belangrijk is in de voortgang van de verlichting van de mensheid, blijft hij met ons samenwerken op onze reis om verlichte meesters te worden. Terwijl het licht in onze ziel helder wordt, brengt aardedel Christiel zelfs hogere aspecten van het Christusbewustzijn in het energieveld van de aarde. Dit licht schijnt door de Keshal chakra en het centrum van het hart. De voltooiing van deze hogere belichaam van Christuslicht zal plaatsvinden voor 2032, zodat we klaar zijn voor de nieuwe gouden eeuw. En dit is voor mij samen met de bromtoon. Gewoon, ja, het lijkt inderdaad alsof er een geluid in één oor zit. Maar het maakt niet uit hoe om jij staat en naar welke richting jij kijkt of zo. Het geluid dat is altijd op dezelfde plek. En als je dan die balance, je linker en je rechter helft, dat is gewoon een oefening. Als je die oefening daar ook kan met die geluiden, dan ga je gewoon heel anders waarnemen. Maar echt hoor, als je al die chakra's, als je dat echt allemaal gaat lezen en gewoon in je onderbewustzijn kan zetten, in je lagere zelf, dan ga je het vanzelf wel. Ja, hoe vaker je het leest en hoe meer je het in je leven gaat terugzien, hoe meer je dingen gaat herkennen, dan ga je gewoon een boost kunnen maken. En dan heb je ook nog, maar dat moet je eigenlijk echt pas doen als je de 12 chakras snapt. En het is niet dat je een bromtoon moet hebben om dit te doen of zo, maar het is bijna vals spelen. Net als met die chakras, het is bijna vals spelen omdat die bromtoon er is. Een heleboel mensen zijn heel erg bezig met in het mediteren met hun chakras en hun licht voelen en zo. Terwijl als je een bromtoon hebt, en die bromtoon kan sturen over je lichaam. Dan kan je zelf gewoon bepalen. Ik zet hem nou naar mijn root chakra. Ik zet hem nou naar mijn hart chakra. Als je uiteindelijk dat bezit en je gaat de katara, dan is het wel echt van, ja, dit telt echt mee. Deze 12 attitudes, dat is echt gewoon. Je moet echt liefde, genade, dankbaarheid, eerbiedig, verantwoordelijk zijn, vertrouwen hebben, verantwoording hebben. Gewoon neutraal moet je gewoon kunnen zijn in dingen. Maar dat betekent niet dat je hier weg moet blijven. Je moet juist, als je in die energie zit, maar je moet ook gewoon kunnen onthechten. En dit is echt, mensen bezitten heel weinig. Het is echt mensen die met 5D bezig zijn. Mensen die met een hoger bewustzijn bezig zijn. Ja, als je dan toch kijkt, het is leuk dat ze dingen zeggen, maar als je ook kijkt wat ze doen. Bij de 12, bij Joy, maar ook bij de 12e, want dit is dan de 12e, de dimensies, ook wel in de chakra, zeg maar. Als je dan toch bij de 12e chakra kijkt, dan, je invloed, je hebt nou eenmaal een puzzelstukje ergens in. Als je dat dan, dit is om aandacht te schenken aan de impact van iemands persoonlijke energie, auraveld en lichaam op anderen en de omgeving. Naarmate je spiritueel groeit en je lichamen het bewustzijn uitbreiden, zal je invloedssfeer in de wereld ook groter worden. Observeer de impact van uw lichtlichamen, frequenties op het milieu, de natuur, dieren en andere mensen. Als je deze energie invloeden voelt, kun je met deze energieën werken om ze af te bouwen of te versterken in een natuurlijke harmonie met de omgeving. Als je in harmonie komt met de omgeving, kan men transparant worden voor de groepsenergieën, waardoor de zelfgeorganiseerde bronlicht op natuurlijke wijze de omgeving en anderen om je heen in harmonie brengt. Dit brengt een vredig, liefdevol medemens. Maar
Dan moet je er wel bij zijn. Dan moet je niet alleen maar positief willen zijn en je nergens mee willen bemoeien en afzijdig houden, geen kant willen kiezen of zo. Maar we leven nu echt in een tijd dat je moet kiezen. Maar als jij wel echt 5D bent, echt hoger bewustzijn bent, en dan merken mensen dat ook qua je acties. De mensen die echt wakker zijn, die hebben natuurlijk al lang al de acteurs door. En die weten al lang al wie wel in de auto van Kader heb gezeten en overal rond is gereden. En die ziet ook wel dat bij het podium nog steeds acteurs rondhangen. Dat hun comments in beeld komen. Terwijl het toch wel duidelijk is dat ze ergens bij horen. Dus het is bijna lachwekkend. Het zegt, maskers zijn aan het afvallen. En als echt iedereen dit wat ik hier laat zien en tot hoger bewustzijn komt en bij zichzelf komt, dan gaat iedereen die dingen zien. Als je ook gewoon snapt, als je alleen al dit artikel gewoon in je onderbewustzijn stopt en dit soort plaatjes, dat je even een beetje begrijpt waar de dimensies uit vandaan komen, waar de chakrapunten zitten. Een paar keer, want dit duurt jaren met laden. Er zit zoveel informatie waar je echt wat aan hebt. Net als hier al, dat je dit laat echt goed zien waar de chakras zitten, wat het doet. Ja, als jij hier een mondkapje voor gaat hangen, dan stroomt alleen hier al de energie erin. Maar dan moet het ook weer hier eruit. Dan is het, snap je, je hebt geen doorstroom. Ja, dit is ook een hele handige, want als je gaat mediteren, jij gaat wel de kleuren kunnen zien met je, omdat je aan het projecteren bent met je derde oog. En jij zelf begint met iets fantaseren, het een beetje stuurt, het aan de vrije loop laten, het blijft sturen en het aan de vrije loop laten. De kleuren ook gaan waarnemen. En dan gewoon dit soort trucjes uiteindelijk ook kunnen beheersen. Waardoor je gewoon dingen gaat voelen, twijfels gaat hebben. En als jij dan jouw waarheid gaat uitspreken, dan gaan die twijfels vanzelf wel beantwoord worden door de acties die er komen. Dus ja. Mensen hebben mij denk ik een beetje onderschat. En dat is niet echt slim van ze of zo geweest. Ja, ik hou van spelletjes. Dat ik op in de chat hier ook kwam reageren. Wat dan begon bij het kippok of wat nu het podium. Dat ik toch wel door iedereen is bang en boos aan het doen. En daar was ik eigenlijk wel heel snel klaar mee. Maar dat ik ook zoiets had van ik ga niet, als dit één groot spel is waar ik graag aan mee wilde. Ga ik niet in de chat zitten een of ander bijfigurantje zijn of zo. Dus ik kwam er eerst alleen met mijn telefoon bij Bastiaan. En later had ik toch wel door. De dingen die ik droom of gedroomd heb. En de dingen die ik zie omdat ik wel met mijn hogere bewustzijn bezig ben. En wel bij mijn ziel probeer te komen. Wel mijn waarheid kan spreken. En nergens voor wegduik. Ja, alle drama ben ik gewoon bij geweest. En ik heb niet mee hoeven doen met drama. Ik kon mezelf zijn. Ik kon gewoon
neutraal overal in blijven. Ik kon spiegels voorhouden, mensen dingen uitleggen. Maar als je dingen uitlegt aan mensen die niet echt spiritueel zijn, die eigenlijk alleen maar een agendaatje aan het volgen zijn. Maar het spel is nog niet klaar, want het lijkt wel alsof dingen gewoon doorgaan waar ze gebleven zijn. En net als dat podium. Maar die dingen die daar omheen gebeuren, mensen gaan vanzelf dingen zien. En als mensen dingen niet gaan zien, dan voel ik me wel geroepen om toch maar weer even wat meer namen te gaan noemen dan. Het is erg lekker. Mensen worden heel erg blij van de zomer. Maar ik zou je daar ook eens in gaan verdiepen. Dat is toch wel, hè? Zelfs met mijn frequentie hoog houden. Het licht wat ik schijn, zie ik gewoon schaduw. En al het donker, al het evil, dat moet aan het licht komen. Dat is echt niet de bedoeling dat dat meegaat naar 2021. En mensen die vals licht aan het uitzenden zijn nu. Omdat mensen niet echt wakker zijn. Gebruik maken van de hele corona-situatie. Mensen die niet doorhebben dat er een heel vangnet is voor mensen die opkomen, die op internet gaan zoeken naar mene mensen. Eén groot vangnet. En dat vangnet dat begint gewoon bij het podium en dat gaat naar Marco Connector. En uiteindelijk zijn daar allemaal streams uit ontstaan en grote namen. Je kan niet eens meer weten wie precies te vertrouwen is, want ze spelen allemaal leuk met elkaar, doen allemaal vriendjes met elkaar. Dus ga gewoon kijken wat mensen doen. Mensen die zichzelf willen bewijzen, want ze zijn geen controle opposition, maar zijn daarna in streams met mensen waarvan ik gewoon zeker weet dat ze controle opposition zijn. Dat ze een acteur zijn, dat ze een Romeo AFD-achtig iets zijn. Dus als jij eens met hun in die stream zit, hoe hoog is dan jouw bewustzijn? Of hoor je er gewoon bij? Echt mensen, jullie moeten echt, jullie gaan voelen wat je denkt. Als je iets denkt, ga er dan en gebruik je zintuigen. Ik blijf dit zeggen, maar als je iets denkt hier al en je gaat je lichaam in. En als je iets in je lichaam voelt en je gaat erover nadenken. Als jouw denken en jouw voelen één kan worden en je gaat je eigen zintuigen gebruiken, dan ga je dingen waarnemen en dan ga je net als wij zien dat mensen maskers dragen. En ik praat niet over mondkapjes, ik praat over maskers.